Hoi, vandaag heb ik weer een ander soort filmpje voor jullie, namelijk een soort van make-up collectie. Ik zeg soort van make-up collectie omdat het bij mij niet echt een collectie is, maar. Ja, het is wel een make-up verzameling, maar het is niet heel veel, is wat ik bedoel te zeggen. Ik bedoel, hier op YouTube staan er ook mensen die hebben echt gewoon kasten vol. Oeps. Dat hoop ik ook ooit te hebben, maar voor nu, ik bedoel, ik ben pas 22, ik ben pas, weet ik veel, 2 jaar geleden begonnen met make-up verzamelen, dus het is nog erg weinig. Maar het leek me wel leuk om het gewoon een keertje te filmen, zodat jullie ook gewoon. Weet je, een kleine make-up verzameling kunnen zien. En ja, laten we beginnen. Oké, mijn make-up bevindt zich in twee laden in mijn bureau. Dit is de eerste la, de bovenste. Dat is voornamelijk gezichtsproducten en oogschaduw. Dus ja, laat het van de. Oké, ten eerste de poeders. Ik heb er eentje van. Ik heb eigenlijk maar drie poeders. Deze twee zijn. Poeder van deze is van de HEMA. Ik vind ze persoonlijk een beetje te, geloof het of niet, poederig. Dus ja, bovendien, ja, het zijn de kleuren die na elkaar komen. Maar de ene is licht, de andere is donker. En een tussenkleur is er niet, dus die moet ik zelf gaan mengen. Dus eigenlijk gebruik ik ze nooit. Dit hier is een all-matte poeder van Catrice, die ik altijd gebruik om mijn make-up gewoon te zetten. Af te poederen, je snapt het. Dan hier, ik heb ooit gehoord dat als je ze ondersteboven bewaart, ze langer goed blijven, crème producten. Dus ik bewaar hem ondersteboven. Dat is mijn Catrice Camouflage Cream. Vervolgens een shiny bronzer met shimmers van de HEMA. Vind ik heel mooi. Hij is baked, dus hij is heel gehard. Maar hij geeft wel een heel mooi effect. Gebruik er niet te veel van, want dan kan het een beetje oranje worden. Dan een bronzer van Essence, die bijna op is en ik eigenlijk niet meer gebruik. Hier een hele mooie bronzer van Collistar. Het is ook helemaal mooi met shimmers aan de binnenkant, maar ik vind vooral de buitenkant erg mooi zo. Dus ja. En dan de bronzer die ik altijd gebruik om te shapen. Het Big Ball Bronzing Powder. Van New York. Daarnaast staan de blushes. Dit is Heatwave van Essence. Gewoon ombre tussen oranje en roze. Dan Think Pink van Catrice. Life's a Cherry van Essence. En Rosewood van Max van de Action. En dan tenslotte de Hello Autumn Blush van Essence. Beautiful Red. Die is ook roze. Als je op de wangen zit, reageert op de pH-waarde van je huid en alles. Dus dat is wel gaaf. Nou, de gezichtsproducten die zitten achter in een kartonnen doos achter de poeders. Vond ik wel een andere plek. BB cream, CC cream, die gebruik ik eigenlijk het meeste omdat ik dan gewoon geen. Kijk, ik heb best wel een vettige huid, geen droge huid. Dus als ik BB cream of CC cream gebruik, dan hoef ik op zich geen, hoe heet het? Dagcrème aan te brengen. Dus dat scheelt weer tijd. Dan nog een hele oude crème highlighter van Essence. Hij werkt nog prima. Nog een product van L'Oréal, een crème oogschaduw. Hij heeft weinig pigment, dus die gebruik ik ook als highlighter. Hetzelfde geldt voor deze. En dan zit er nog een crème oogschaduw in van Essence. En ja, voor de rest foundation, nog meer make-up, een primer van Catrice en oogschaduwbasis van Essence. Nou, dan hier aan de voorkant ligt mijn enige wenkbrauwpaletje, die van Essence van de Hello Autumn collectie. Dan twee poeder highlighters. Eentje van Essence en het Multicolored Powder. Ja, deze kan je op zich ook als bronzer zien, maar weet je, om zoveel lichts erin gebruik ik hem gewoon als highlighter. Werkt hier heel mooi voor. Geeft een hele mooie gouden glow aan de huid. Dan heb ik hier nog twee keer een color tattoo van Maybelline. Turquoise Forever en On and On Bronze. Net als die concealer bewaar ik ook deze dus met het dekseltje aan de onderkant. Omdat ze langer goed schijnen te blijven. Dan aan de achterkant dus kijken heb ik allemaal losse oogschaduws. Dit zijn twee pigmenten. De ene van Bourjois, de andere van Essence. En ja, dan gewoon allemaal kleurtjes. Enkele oogschaduw. Eigenlijk gebruik ik deze het minste, gewoon omdat het weet je wel enkele kleuren zijn. Ik grijp zelf eerder naar palet. Omdat daar gelijk alles in zit, maar goed. Dan dus door naar de palet. De eerste is deze, een Essence Quattro in Magenta Emmy. Vier mooie kleurtjes. Dan vervolgens het Essence Hello Autumn Palette. Catrice Absolute Nude. Catrice Hip Trip. Dat is ook een limited edition van een hele tijd geleden. De highlighter vind ik heel erg mooi. Zoals je ziet begint hij ook op te raken. All About Candies van Essence. Die gebruik ik ook als highlighters. Een Pink Tease Palette dat ik van de Big Bazaar heb. Ik gebruik hem eigenlijk. Hij heeft wel mooi pigment. Alleen alle glitter is een overspray. En dat vond ik een beetje jammer. Dus ja, eigenlijk gebruik ik hem te weinig. Moet hem weer eens gebruiken. Maar hij heeft wel mooie kleurtjes van de herfst. Dus dat gaat vast weer komen. En een glitterpalet van Claire's, wat ik eigenlijk ook bijna nooit gebruik.
Nou, de volgende la, dat is mascara's en lipproducten en eyeliners en dergelijke. En wimperkrullers en een pincet en een puntenslijper. Dus ja, laten we die ook van dichterbij. Voor de mascara's zou ik eigenlijk nog een betere manier moeten verzinnen. Want die liggen nu gewoon allemaal boven elkaar. Maar goed, ze bleven niet staan en anders zijn ze ook ietsje te hoog. Dus deze bijvoorbeeld is dan iets te hoog. Dus ja, daar kom ik nog wel een keertje terug. In ieder geval heb ik hier die van Miss Sporty. Fabulous Lash. En dan degene met de Curved Wand, met de gebogen borstel. Die gebruik ik meestal voor werk. Hij is bijna op, dus hij is lekker subtiel en alles. Dan nog een paarse van Essence. Een gewone van Essence. Eentje van Rimmel, de Lycra Flex. Eentje van Catrice, nog eentje van Rimmel. Yves Rocher, dit is een bruine. De rest is allemaal zwart. Op nog een andere van Yves Rocher na. Maybelline, Estee Lauder, een sample. Rimmel, Estee Lauder, ook een sample. Weer een bruine van Yves Rocher. Een waterproof mascara van Max Factor, die ik ook voor werk gebruik als het regent. Ik werk als postbezorger, dus dan is waterproof mascara wel prettig als het regent. Daar heb ik nog een reserve van. En helemaal achteraan een Colistar mascara, die ook heel mooi is. Nou, dan hier de oogpotloden. Er zitten ook twee oogschaduwpotloden bij. Milk van NYX en Blue Nuit, of hoe je dat nou ook op z'n Frans uitspreekt, van Yves Rocher. Allebei heel mooie kleurtjes. En voor de rest, ja, gewoon heel veel lippotloden. Oogpotloden is een lippotlood bijvoorbeeld. Deze gebruik ik het meeste. Dit is Ice White van J.Cat. Gewoon een witte. En die van Essence, die gebruik ik ook wel het meeste. Gewoon de zwarte. Daaronder staat dan een crème of een gel eyeliner. Deze is van Catrice, Blackjack with Goldie Hawn. Hij was heel mooi, maar hij is helaas uitgedroogd. Dus ik moet even uitzoeken of daar een manier voor is om dat op een veilige manier weer bruikbaar te maken. Want hij is heel mooi en is niet meer te koop. Dus die zwarte met, ja, met een soort van gouden glittertjes erin. Dan zijn hier de liquid liners. Allereerst een bruine van Rimmel. Een gouden van Yves Rocher. Mijn liquid inkt van Essence die ik altijd gebruik. Een zwarte van Rimmel. En een glitter eyeliner van de Essence. Nou, dan nog wat random dingen met twee wimperkrullers. Die van Colistar is degene die ik het meest gebruik, want die is het perfecte vormpje voor mijn ogen. Deze gebruik ik ook nog wel eens, soms. Die voor mij van Zenner, geloof ik. Dan een pincet van Kruidvat, gewoon om wenkbrauwen bij te werken. En een puntenslijper voor de ogen en lippotloden. Dan zijn hier vier lipglossjes. Moeilijk, hè, tellen. Het zijn hier vier lipglossjes die uit een grote make-up doos komen. De oogschaduws waren best wel waardeloos, maar deze waren wel goed. Dus deze heb ik gewoon uitgevist en in een oud doosje gestopt van een poeder van Essence. Werkt prima. En we hebben daarachter alle soort van andere lipproducten. Nou ja, een soort van alle andere lipproducten dus gewoon. Lipglossjes hebben we hier. Yves Rocher, Rimmel, Essence, van alles en nog wat. En dan hebben we hier zo alle lippenstiften. Ze zijn een beetje op merk gesorteerd. Dus ja, weet je, een beetje niet heel erg. Deze is een bond van P2, deze ook. Pink Teas, Estee Lauder, een of andere make-up set. Hele oude van Miss Sporty heb ik ook nog staan. En Rimmels heb ik. Ja, ik van alles wat qua kleurtjes. Dan tot slot heb ik in een andere kast nog dure palet staan en wimpers en andere setjes. En extra's van spullen die niet meer in mijn andere kast passen met extra spullen zoals een nieuwe pot, kokosolie en een nieuwe shampoo. Maar goed, om te beginnen heb ik hier een tweede nog van het Essence Hello Autumn Multicolored Powder. Want ik vind hem eigenlijk te mooi om te gebruiken, dus deze bewaar ik en die andere gebruik ik. Dan heel veel valse wimpers die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Essence, Max. En twee van de Big Bazaar. Deze heb ik verknipt om ze wat subtieler te maken. En deze heb ik wel eens met kerst gedragen. Ze zijn wel heel mooi, alleen ja, ik ben zelf niet heel erg goed met valse wimpers. En bovendien ben ik ook mijn wimperlijm alweer kwijt. Die is ergens verdwenen en ik weet bij god niet waar. Dus ja, als ik weer een keertje met valse wimpers aan de slag wil, zal ik toch eerst nieuwe wimperlijm moeten aanschaffen. Maar ja, eigenlijk ben ik niet zo van de valse wimpers. Ze zitten bij mij nooit echt lekker, dus. Dan hebben we hier achterin een setje eyeliners van Claire's. Die heb ik ooit van een vriendin gehad voor mijn verjaardag. Dat zijn hele mooie eyeliners. Gewoon glitter, zilver, goud en groen. En dan lila, roze, blauw en zwart. Ze werken prima. Heel leuk om looks mee te maken.
Daarnaast staat een heel oud kerstpaletje van de Ethos met een zwarte, zilveren en donkergrijze oogschaduw erin. En een glitter eyeliner en een uitgedroogde mascara. Maar goed, ik vind het doosje al mooi. En dan daarachter op een kartonnen doos staan, ze soort hoger staan, staan mijn grotere make-up paletten die niet in dat andere ding passen. Dus ik heb hier een make-up paletje van Sleek. Die Ultra Matte Volume 1, die hele felle kleuren. Het Urban Decay Naked 3 palet. Urban Decay Vice 2 palet. Vice 2 palet eigenlijk. En dan een palet met 40 kleuren van eBay. Dus dit was mijn complete make-up verzameling. Nou, zoals ik al zei, het is nog niet heel erg veel. Maar goed, tegen de tijd dat ik 30 ben, dan ben ik nog 8 jaar langer bezig geweest al met verzamelen van make-up. Dus dan is het waarschijnlijk wel zo'n hele mooie grote collectie. Dat is wel waar ik op mik in ieder geval. Ja, ik ben in ieder geval van plan om make-up te blijven kopen. Natuurlijk, want ik ben gewoon gek op make-up. Dus vandaar. Maar goed, so far so good. Wat ik nu heb is in ieder geval ook allemaal spullen die ik in ieder geval gebruik en die ik allemaal leuk vind. Het is zelfs meer dan dat ik eigenlijk gebruik, dus dat scheelt. dus ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!